Mijn naam is Michael Rummerman en ik zal deze laatste afsluitende pitch farmacotherapie geven voor het blok infectieziekte, voor het onderdeel infectieziekte van het blok. Nog even twee hele korte samenvattende onderwerpen die we ook al grotendeels tijdens het practicum hebben doorgenomen. Ten eerste, hoe schrijf ik een recept? En ten tweede, heel kort, nogmaals de informatie over de farmacologie, wel te verstaan over het metabolisme, wat ook al deels naar voren is gekomen tijdens het blok De Zieke Mens. Maar dit ook nog een keer heel erg relevant kan zijn bij het onderdeel infectieziekte. Ten eerste, hoe schrijf ik een recept? Nou, velen van jullie hebben het ook al tijdens het practicum gezien. Wat de onderdelen zijn van het schrijven van het recept. En wie dat recept dan ook schrijft, het zal altijd dezelfde volgorde hebben. Bovenaan zal de informatie zijn over de voorschrijver, de tandarts, het adres en het telefoonnummer. En ook de datum waarop het recept is geschreven. Onderaan staat dan altijd de informatie over de patiënt en onder de drie belangrijke receptregels moet altijd een paragraaf of een handtekening staan. Als deze paragraaf of handtekening ontbreekt, dan is het recept niet geldig en dan zal de apotheek ook het recept niet uitgeven. De drie meest belangrijke regels op een recept zijn de R, de DA en de S-regel. En deze regels die geven eigenlijk weer wat een apotheker moet uitgeven aan de patiënt. En deze drie receptregels zijn heel erg logisch opgebouwd. De eerste, de R-regel, ook wel de R van recipe, ook wel het Grieks voor neem. Daar staan drie belangrijke onderdelen. Namelijk de generieke stofnaam, bijvoorbeeld paracetamol. De toedieningsvorm, bijvoorbeeld oraal, intraveneus, intramusculair, een zetpil. En ook de sterkte, bijvoorbeeld het aantal milligrammen. Of een bepaalde concentratie als het om een vloeistof gaat. De tweede regel is de DA en dat is ook wel het Grieks voor geef. Het is de bedoeling dat de apotheker een af te leveren hoeveelheid meegeeft met de patiënt. En dit is dus het totaal aantal wat jij standaard wil uitschrijven voor de patiënt. Dus mocht een patiënt 3 maal daags voor 14 dagen een tablet moeten krijgen, dan zou bij de DA 3 keer 14 ook wel 42 tabletten moeten staan. Het onderste gedeelte, de S, de signa, is eigenlijk wat er op het etiket moet komen te staan. En dit is eigenlijk de informatie die je wil verstrekken aan de patiënt. Het is bijvoorbeeld de dosering, bijvoorbeeld 3 maal daags 1 tablet, eventuele innameinstructies, moet dat met water, siderans, moet dat 's ochtends, voor, na of tijdens het eten. En ook eventuele waarschuwingen. Te denken aan, kan dat wel met het autorijden? Wordt dat in het gevaar gebracht? Of moet de antibiotica-kuur worden afgenomen of doorgeslikt tot aan het einde? En dat zijn eigenlijk de drie regels. En hoe zit het nou in elkaar? Nou, die R-regel is eigenlijk het verzoek aan de apotheker om naar een bepaald schap te lopen en daar een bepaald geneesmiddel uit te pakken. De tweede regel betreft dan hoeveel die van dat schap in een apart doosje moet doen voor de patiënt. En de derde regel is dan wat voor etiket die op dat kleinere doosje moet neerzetten. En zo is dus een heel recept opgebouwd. Hier aan de rechterkant kunt u zien een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld een amoxicillinekuur. In dit geval een amoxicilline tablet 500 milligram, waarvan de patiënt er 30 mee gaat krijgen en 3 maal daags 1 tablet moet innemen, met andere woorden een kuur van 10 dagen. En hetzelfde geldt voor de paracetamol. 3 maal daags 2, dus 6 tabletten op een dag, delen door 100, dat zal ongeveer rond de 20 dagen zijn. Dit even als samenvatting van hoe schrijf ik een recept. Het tweede onderdeel wat ik vandaag nog met u wil doornemen is een hele korte samenvatting over basale farmacologie. Als we eerst even kijken, wat is nou farmacologie? Dat is eigenlijk de verklaring, ook wel de werking van een farmaca, van een biologisch actieve verbinding.
En daar onderscheiden we twee belangrijke processen in. Aan de ene kant de farmacokinetiek, die eigenlijk beschrijft wat het lichaam met het farmacon doet. En ook de farmacodynamiek, wat het farmacon met het lichaam doet. Het tweede gedeelte, de farmacodynamiek, is heel erg bekend. Een pijnstiller zal zorgen dat een patiënt minder pijn heeft. Een antibioticum zal zorgen dat een infectie verdwijnt of dat een infectie niet gaat optreden. Maar die farmacokinetiek die wordt vaker vergeten. En dat is simpelweg, je neemt het pilletje in en dat heeft een heel proces in het lichaam en uiteindelijk komt dat pilletje er in een vorm uit. Of in de urine of in de ontlasting. Maar in de tussentijd heeft het zich op heel veel verschillende plekken verplaatst. Is het geabsorbeerd? Is het misschien omgezet? En dat is eigenlijk het gedeelte wat we vandaag heel kort gaan bespreken. Dus nogmaals, de farmacokinetiek aan de ene kant. Hoe gaat het geneesmiddel door het lichaam? En de farmacodynamiek aan de andere kant. Hoe het geneesmiddel het lichaam beïnvloedt. En binnen die farmacokinetiek onderscheiden we vier belangrijke stappen. Ten eerste moet het geneesmiddel geabsorbeerd worden. Dat gebeurt meestal in het maag-darmkanaal. Moet het gedistribueerd worden, verplaatst worden over het hele lichaam. Dus als je bijvoorbeeld een infectie hebt aan je grote teen, dan moet ook het antibioticum naar de grote teen. Als het naar de kaak moet, dan moet het ook naar de kaak, terwijl dat opgenomen wordt in het maag-darmkanaal. Dus je moet je realiseren dat het zich over het hele lichaam gaat verspreiden. Nadat het verspreid wordt, moet het ook gemetaboliseerd worden. Soms moet het worden omgezet naar een actieve vorm. Maar meestal gaat het over dat het geneesmiddel wat je geeft moet worden omgezet naar een inactieve vorm. Iets wat je makkelijker kan uitscheiden. En als laatste de eliminatie. Dat is eigenlijk het kwijtraken van het geneesmiddel uit het lichaam. Oftewel via de nieren, oftewel via de darmen. Hier kunt u hetzelfde schema, of hetzelfde wat ik net zei, nogmaals zien, maar dan in schematische weergave. Orale geneesmiddelen moeten worden geabsorbeerd. Dat gaat dan vaak via het maag-darmkanaal, via de lever naar de systemische circulatie, eigenlijk de bloedsomloop. Intraveneuze, intramusculaire of subcutane medicatie komt eigenlijk vrijwel direct in de systemische circulatie en gaat niet via het maag-darmkanaal en de lever. Vervolgens verspreidt dat geneesmiddel zich over bijvoorbeeld de spieren en het vet, maar ook heel veel andere weefsels. Vervolgens wordt het ook nog worden omgezet door de lever, gemetaboliseerd en kan het vervolgens worden uitgescheiden via de nier of via de darmen. Waar wij het vandaag nog heel kort over gaan hebben, is het metabolisme. Het derde onderdeel van die ADME. Een van de onderdelen die ook heel relevant was bij het practicum of de TBL-sessie. Het gaat namelijk hierover. Vele van jullie hebben dit plaatje al gezien, maar nogmaals een kleine samenvatting van wat precies de bedoeling is. In de lever, maar ook op heel veel andere organen, zoals het maag-darmkanaal, zitten CYP-enzymen, cytochroom P450-enzymen. En dat zijn ook wel deze Pac-Mannetjes. Zo binnen Pac-Man 2A1, 3A4, 1A2 en nog vele andere. En eigenlijk wat deze enzymen doen, is die zetten substraten om in metabolieten. Ja, dus een ene stof omzetten in een andere stof. En dat doen ze omdat die substraten vaak geneesmiddelen zijn die slecht uitscheidbaar zijn. Die zijn vaak heel lipofiel, die houden van vet. En bijvoorbeeld hele lipofiele stoffen kunnen heel moeilijk worden uitgeplast. Je moet je realiseren dat je urine heel erg veel water bevat en niet veel vocht. Dus deze geneesmiddelen, die dus heel erg lipofiel houden van vet, eigenlijk niet opgelost kunnen worden in het waterachtige urine. Dus deze CYP-enzymen zetten ze onder andere om naar waterachtige stoffen. Maar goed, op deze CYP-enzymen rekenen we dus ook. Want de dosering van een bepaald geneesmiddel baseren we op deze CYP-enzymen. Als deze CYP-enzymen heel snel werken, dan moeten we relatief meer substraat geven, meer geneesmiddel geven, omdat het anders te snel wordt omgezet.
Anderzijds, als deze CYP-enzymen heel traag werken, moeten we de dosering van het substraat, het geneesmiddel, lager geven, omdat er anders een soort stapeling ontstaat. Nou, over het algemeen weten we hoe snel die CYP-enzymen werken. Toch zijn er veel individuele variaties. Als je in een groepje van 20 mensen zit, zal er vast één iemand zijn die een afwijkend CYP-enzym heeft. Daarnaast zijn er ook nog heel veel geneesmiddelen die deze CYP-enzymen beïnvloeden. Je hebt een grote groep CYP-inducers. En de inducers versnellen deze CYP-enzymen. En we hebben een groep geneesmiddelen, dat zijn CYP-inhibitors. Deze vertragen die CYP-enzymen. Nou, als je een CYP-inducer geeft, gaan deze enzymen sneller werken, waardoor het geneesmiddel, het substraat, sneller wordt omgezet naar het metaboliet. Met andere woorden, u zult minder substraat hebben en meer metaboliet. Met andere woorden, het substraat zal te laag gedoseerd worden, waardoor het effect van het geneesmiddel minder is. Omgekeerd is ook waar, CYP-inhibitors remmen CYP-enzymen. Dat zal ervoor zorgen dat het geneesmiddel, het substraat, minder snel wordt omgezet naar het metaboliet. Dat betekent dat er meer substraat overblijft, met eventuele bijwerkingen of intoxicatieverschijnselen als gevolg. Oké, wanneer is dit nou relevant? Wanneer is dit nu vooral relevant voor de tandarts? Nou, zoals in de casus van de afgelopen weken hebben we gezien dat miconazol, staat een spelfout in, net als heel veel andere azolen, en dat zijn al die schimmelmiddelen, inhibitors zijn van een bepaald CYP-enzym. Wel te verstaan het CYP2C19-enzym. En dit 2C19-enzym is belangrijk bij het omzetting van het substraat acetylcholinesterol en fenproconazol. Dit zijn twee antistollende middelen. En bij het voorschrijven van miconazol, ook al is dat een orale gel, dat niet per se heel veel wordt opgenomen, krijg je dat je een hele hoge dosering acetylcholinesterol en fenproconazol krijgt. Bij nistatine, een ander antischimmelmiddel, is dit niet het geval. Deze heeft deze, dit is eigenlijk geen inhibitor van CYP2C19. Dit is een hele relevante interactie. Bij het weldoen schiet het antistollende effect enorm door. En bij het stoten van een tafel kan iemand een enorme bloeding krijgen, die eigenlijk heel slecht te stelpen, dus te stoppen met bloeden is. Eventueel, als dat in een orgaan gebeurt, met enorme gevolgen. Dit is een heel veel voorkomend probleem. Wat zijn nou iets minder veel voorkomende problemen bij de tandarts? Dat is bijvoorbeeld het gebruik van grapefruitsap. En dat is niet eens een geneesmiddel, maar mensen kunnen grapefruitsap drinken of zelfs pilletjes grapefruit gebruiken. Of ook macrolide antibiotica, die worden soms door de tandarts verstrekt, onder andere clarithromycine en erythromycine. En dit zijn allemaal inhibitors van een enzym CYP3A4. Dus ook deze twee middelen, geneesmiddelen, zorgen ervoor dat simvastatine, een cholesterolverlager, en atorvastatine in hele hoge doseringen aanwezig kunnen zijn. Dus mocht je nou zeggen, nou, u zou daar wel eens een glas grapefruitsap kunnen gebruiken, dan heeft dat gevolg op deze twee geneesmiddelen. Namelijk dat mensen hier hele hoge spiegels van kunnen krijgen met bijwerkingen tot gevolg. Iets anders, bijvoorbeeld Sint-Janskruid. Dat is een kruid dat sommige mensen bij bijvoorbeeld de tuinen, een kruidenwinkel kunnen kopen, is juist het omgekeerde. Dat is namelijk een inducer van CYP3A4. En die dus zal ervoor zorgen dat deze twee geneesmiddelen minder goed werken, omdat dat CYP3A4-enzym het substraat simvastatine sneller omzetten naar het metaboliet. Dus wat denk ik heel erg belangrijk is voor de tandarts, is dat de tandarts hier weet van heeft, vooral bij de miconazol, omdat dat een geneesmiddel is dat wat jullie op hele frequente basis voorschrijven. En dan moet je er dus verzekerd van zijn dat mensen geen acetylcholinesterol of fenproconazol gebruiken. Sowieso is het belangrijk om
Mocht iemand heel veel geneesmiddelen gebruiken en je wil iets starten, dat je gaat nagaat of er inhibitors of inducers van bepaalde CYP-enzymen zijn, omdat die wel eens problemen kunnen geven met de geneesmiddelen die patiënten al gebruiken. Oftewel bijwerkingen en intoxicaties geven en anderzijds problemen kunnen geven met dat het geneesmiddel niet goed werkt. Dit even als laatste samenvatting voor het blok. Ik wens jullie heel veel succes met de tentamen en hopelijk tot snel.